Verborgen collecties zijn niet altijd letterlijk verborgen. De werken uit de collectie Nederland, het hele openbaar kunstbezit dus, hebben nog een ander verborgen aspect. Als je ze opnieuw met elkaar combineert, vertellen ze opeens een heel nieuw verhaal. Museum Boijmans van Beuning is straks de tentoonstelling Collectie Verrijkt te zien. Kunsthistoricus Jim Lamoré volgt 3 afleveringen lang curator Peter Hecht bij het samenstellen van de tentoonstelling De Collectie Verrijkt. Uitgangspunt van de tentoonstelling is de vaste verzameling van het museum, die voor de gelegenheid wordt uitgebreid met stukken uit de collecties van andere Nederlandse musea. Peter Hecht, hoogleraar geschiedenis van de beeldende kunst, is samensteller van de tentoonstelling. Door speciale combinaties te maken, laat hij zien dat 1 plus 1 in dit geval veel meer is dan 2. Peter, we zijn hier in de zaal met Spaanse gasten. En dat is een voorschot op de tentoonstelling Collectie Verrijkt. Het zijn 3 van de 22 gasten die straks Boijmans komen versterken. Het is een project waarbij 22 bruiklenen uit andere Nederlandse en 1 buitenlands museum hier naartoe komen. Mm-hmm. Om te laten zien hoeveel rijker zo'n verzameling wordt als je een aantal stukken inbrengt die hier gewoonlijk niet zijn. En we zijn begonnen met 3 Spaanse schilderijen. Al was maar dat Boijmans zelf helemaal geen Spaanse schilderijen van betekenis heeft. Maar ze hebben wel grafiek, zie ik. Die hangen hier prachtige bladen van Goya. Ja. En hier hangt dan een schilderij van Goya. Die komt uit de collectie van het Rijksmuseum. Precies. Ik denk dat Boijmans het enige museum is waar een grote collectie Europese schilderkunst is. En ook van het niveau dat je echt kunt zien wat Europese schilderkunst waard is. Dus met Breugel, met Titiaan, met Van Gogh. Maar dus niet met Goya bijvoorbeeld. En die is elders in Nederland wel. Mm-hmm. En dus je laat eigenlijk zien hoe rijk en gevarieerd de collectie Nederland is. Precies. En hoe betrekkelijk eenvoudig het is om, als je een beetje in Nederland zou mogen spelen met het openbaar kunstbezit, collecties te versterken. En tijdelijk ook confrontaties aan te laten gaan tussen schilderijen. Museum Boijmans van Beuning heeft een hele bijzondere collectie in Nederland. Hè? Ik zie hier Breugel hangen. Ik zie Jeroen Bos, Jan van Skorrel. Wat maakt het zo bijzonder? Het is een hele brede collectie. Geen ander Nederlands museum heeft een Pieter Breugel. De Skorrel is een hele bijzondere, want gebaseerd op een tekening van Michelangelo. Mm. De Bos is misschien wel het mooiste schilderij van Jeroen Bos. Mm-hmm. Hoe zijn ze daar gekomen? Die Hieronymus Bos was een van de belangrijkste schilderijen toen op de kunstmarkt. En het feit dat Boijmans het lukte om dat schilderij te kopen, mm-hmm, was een soort... Nou, daarmee had hij een vlag geplant van dit is het niveau waarop ik wil werken. Mm-hmm. En een van de grote liefhebbers van oude kunst in Rotterdam was de heer Van Beuningen. En zo is ook het museum in 1958 aan zijn dubbele naam gekomen. Want het heet dus Museum Boijmans vanaf de oprichting, mm-hmm, in het midden van de 19e eeuw. Ja. En wordt dan in 1958 verrijkt met de collectie van Beuningen, waar een heleboel topstukken mee binnenkomen. En voor Nederland nogal bijzonder, want die kocht zeer internationaal. Dus die had Italiaanse kunst en Franse kunst. Dus dat heeft het karakter van het museum ongelooflijk veranderd. En daarna is er ook doorgewerkt op die basis, is de moderne kunst versterkt. En is ook voor de oude kunst nog regelmatig iets heel bijzonders gekocht. Het oudste stuk voor de nieuwe presentatie, de collectie Verrijkt in Museum Boijmans van Beuningen, komt uit de depots van het museum zelf. We zijn in het depot, Peter, en we lopen naar... In een van de depots van Boijmans. Ja. Er zijn een aantal. We zijn nu op weg naar een anoniem beeld uit de 13e eeuw, vroeg 14e eeuw. We staan hier echt aan het begin van de Italiaanse beeldhouwkunst van nieuwere tijd. Mm-hmm. Waarom heb je dit stuk nou gekozen? Nou, ik wil graag iets laten zien van de rijkdom van beelden in het Museum Boijmans. Mm-hmm. Het is heel erg een schilderijmuseum geworden, maar de collectie beeldhouwkunst is tamelijk indrukwekkend. Veel goede middeleeuwse sculpturen. We zien hier heel veel staan. Waar vrijwel niets van te zien is op dit moment. Mm-hmm. Ik breng er dus een aantal terug in de opstelling. En in dit geval leek mij nogal mooi om het te combineren met een vroeg drieluik uit de school van Giotto, mm-hmm, dat we lenen van het Rijksmuseum.
Omdat je dan zo'n beetje het geboorteuur van Italiaanse kunst in twee mooie voorbeelden, allebei heel lang niet te zien geweest, kunt combineren. Het drieluik uit de school van Giotto is een compleet altaarstuk van de Florentijnse schilder en beeldhouwer Orcagna. Hij zit nog in het depot van het Rijksmuseum. Geen wonder dat tentoonstellingsmakers hier graag gras duiden, want dit is het depot van het Rijksmuseum. Eén van de depots, maar wel het grootste depot. En daarmee ook de grootste schatkamer van Nederland. Hier hangt rijp en groen door elkaar. Uit dit depot gaan heel veel stukken naar de tentoonstelling in Rotterdam. Waaronder twee belangrijke panelen uit de vroege Italiaanse schilderkunst. Een belangrijk stuk in de eerste zaal van de tentoonstelling in Rotterdam is dit schitterende triptiek uit 1350 van Orcagna. Hallo, dank u. Hi Jim, welkom. Volgens mij is het nogal bijzonder dat een stuk zeg maar uit 1350 zo intact is gebleven. Het is bijzonder dat het zo goed is gebleven. Het is van 1350. Dat weten we heel goed. Ja. Want er is een inscriptie daar die zegt wie de opdracht heeft gegeven aan de kunstenaar. Ja, hier. Tommaso Baronci. Baronci, zie ik. En die was een rijke Florentijner. Ja. En hij heeft de kapel gesticht in het kerk van Santa Maria Maggiore in Firenze. Ja. Dus zijn wij zeker precies waar dit heeft gestaan in Florence. Weten we dan hoe het nou in Nederland is gekomen, zeg maar? Hoe kan dat als het in een kerk hing verkocht zijn? Het kapel is opnieuw ingericht in de 17e eeuw, de barokke periode. Ja, en op dat moment zijn deze dingen verspreid. En hier in Amsterdam was er bijzondere man aangekomen als hoogleraar chirurgie bij de Universiteit van Amsterdam. En dat was professor Lans. Otto Lans. Otto Lans. Die heeft hij gewoon aangekocht in de handel. Hij had alles van de vroegste tot en met Ludovico Carracci, de einde van de Renaissance, het begin van het barok. En dit was een van zijn trotsstukken. Ik heb ook een foto gezien dat dit stuk in een van zijn kamers in zijn villa op het Museumplein. Ja, dit neemt een prominente plaats boven een cassone van 200 jaar later. Een kist. In 1912 is een grote deel van zijn verzameling in het Rijksmuseum ingericht. Ja. En is daar gebleven als voorbeeld van Italiaanse kunst. Dus hij stimuleerde eigenlijk ook de museumwereld om eens buiten de grenzen te kijken. Ja. Ja. Dat is interessant. Ja. We zien natuurlijk Maria met Jezus, twee engelen. Dit is volgens mij Maria Magdalena met de zalfpot. En dat is dan de heilige Anzanus. Ja, dat is, komt mij nou niet bekend voor. Nou, hij is de plaatselijke heilige van Siena. Dat kindje heeft een beetje babyvet, hè? Dat is toch wel erg leuk. Ja. Dat ziet er bijna als een echt kindje uit. Het is een hele bijzondere stuk omdat drie panelen intact zijn. Wij weten precies waar vandaan het komt. Het is gedateerd, wij weten wie de opdrachtgever is en alles. Het is misschien meer van belang dan mooi, maar toch is hij het perfecte voorbeeld van waarover het gaat op dit moment. En uniek in de collectie Nederland, waarschijnlijk. Ja, natuurlijk. Peter Hecht is een zogenaamde fellow van de vereniging Rembrandt, die Nederlandse musea bij kunstaankopen steunt en kennis over het openbaar kunstbezit wil vergroten. Een van hun projecten is de collectie Verrijkt, die hij als gastconservator samenstelt. Dit is een fragment van een groot altaar van Sternina. Een Florentijnse schilder rond 1400. Dus je hebt het dan over het eind van de middeleeuwen, zeg maar. Maar het is heel typisch dat er alleen maar zo'n stukje van is. Voor veel mensen zal dit eruit zien als een klassiek Italiaans vroeg werkje. Maar eigenlijk is het een verzaagd deel van een heel groot werk. Maar wat er dus over is van het grote werk waar dit uitkomt, zijn 11 stukken en brokken. En die onderdelen zijn geschikt gemaakt voor particuliere verzamelaars die wel een schilderijtje willen, maar geen altaarstuk. En deze twee engeltjes zaten oorspronkelijk te musiceren aan de voeten van Maria. En het grappige is, als je goed kijkt, dan zie je ook dat hier iets mis is. Dit schilderij gaat eigenlijk nergens over. Het is meer een soort kerstkaart van twee musicerende engelen. Maar dat is geen onderwerp in de laat-middeleeuwse schilderkunst.
Het is een heel mooi stuk. Ik praat er nu een beetje oneerbiedig over, maar het is wel degelijk een heel mooi fragment van een belangrijke laatgotische schilder uit Florence. En het is een van de mooiste vroege Italiaanse fragmenten in Boijmans. Ik wilde iets laten zien van die vroege Italiaanse schilderkunst en eigenlijk duidelijk maken in die eerste zaal dat dat nog geen kunst in de gewone zin van het woord was. Dus dat het allemaal religieuze kunst is, die eigenlijk getemd is om thuis of in het museum te kunnen functioneren. En dan zul je dus zien dat er wel geteld één triptiek is wat compleet is. Dat triptiek van Orcagna, geleend wordt voor de gelegenheid. En al die andere dingen in die zaal zijn eigenlijk klein gemaakte fragmenten die als kunstwerk hebben overleefd, maar hun religieuze functie kwijt zijn. Er komt nog een tweede fragment uit het depot. Nou, dit is een schitterend triptiek uit 1350 in Florence. Bijna 100 jaar later hangt hiernaast een plankje beschilderd. En dan zijn we in Siena. En dat is ook dan de reden waarom het naar Rotterdam gaat, naar de tentoonstelling. Precies. En dit is geschilderd door? Dit is geschilderd door Giovanni Di Paolo. Maar je hebt een heerlijke, fantastische en ook kloppende landschap. Want als je naar Siena gaat of deze steden, zie je dat net zo, deze kale heuvels met af en toe kasteeltje. Jij zegt het lijkt op de werkelijkheid, het landschap. Maar mij komt het over alsof het landschap uit een droom komt. Nou, dat is allebei werkelijkheid en de landschap waar Christus op het kruis is gezeten. Dit is eigenlijk het mooiste figuur, vind ik. Deze paard, dit paard met die hoofdman erop. Want zijn sjaal of zijn sjerp waait zo weg, een beetje wulps. Hij zit heel krachtig op het paard. Het paard stijgt een beetje. Het is een klein plankje waarop het is geschilderd. Paneel heet het dan, heel deftig. Ja, die komt vanuit een reuze altaarstuk. Als we daar terug naartoe gaan, dit soort ding, die zo schalig is, krijg je op 3 tot 4 meters. Ja. Met hier allerlei paneeltjes met scènes die verder gaat met de levens en de geschiedenis en de anekdoten over de heilige. Okay. Maar dit was de centrale stuk. Is de rest van het altaar zeg maar bewaard gebleven of niet? Helaas, dit is het typische wat is gebeurd. Ja. Alle deze kleine scènes waren verspreid. Pas later, in de 19e eeuw, waren zij verkocht. Worden dit soort kostbare stukken nou vervoerd, Wim? Dit schilderij gaat, gaat binnenkort in kunststoffolie. En dan komt er een kist, kort voor het transport. Ja. En daar gaat hij in. Wat ik zag in de snelheid toen je hem van het rek afhaalde, de achterkant van dit paneel is eigenlijk wel zo interessant. Nou, mogen we dat nog even kijken? Laten zien? Dan doe ik dat Want het even is zo. Heel erg heel interessant wat er allemaal op staat. Dus daar zie je bijvoorbeeld dat het uit het Aartsbisschoppelijk Museum komt in Utrecht. Daar had het ook een nummer. Daar is het naar het Rijksmuseum. Ja. En dat is volgens mij de beroemde tentoonstelling van Italiaanse kunst in het Stedelijk Museum. Ja. Dat is toch wel erg leuk dat je dat erop ziet. Ja. En je ziet hier eigenlijk ook dat het een heel dik stuk hout is. Het is een behoorlijk dik stuk hout, Is dat oorspronkelijk, denk je? Dat, ja, zeker. Ja, ja. Okay. Dit is een paneeltje van Iri Bici, een fragment van een groter altaar ook weer. Met een voorstelling van de heilige Michael, die Satan verslaat. Je ziet dat die draak die dus neergeslagen wordt, die werpt een prachtige schaduw op die woestijnachtige grond. En om hem heen zie je die val van de engelen die op alle mogelijke manieren de hel ingedonderd worden. Die zie je zo links en rechts naar beneden tuimelen, heel geestig gedaan met hun haren die zo vrij wapperend naar beneden komen. Ik hoop straks dat de eerste zaal van de rondgang in de collectie Verwerkt je een indruk geeft van het begin van de schilderkunst in West-Europa. Dat ook de bezoekers zal begrijpen dat die schilderkunst niet gemaakt werd voor boven de piano, maar voor in de kerk. En in dat zaaltje vind je dan verder het beste wat wij in Nederland kunnen laten zien van de vroege Italiaanse kunst. Maar voordat het zover is, moet er nog het een en ander gebeuren. Nou Peter, dit is een van de zalen volgens mij. Ja. En hier komen de... Dit is een beetje de oorlog.
Ja, kan je wel zeggen. Er hangt een lijstje, zie ik. Ja. Dit is zeg maar wat er allemaal gedaan moet worden. Zaal 34 gaatjes dicht. Zaal 34 teksten weg. Ja. Het is een hele operatie. Ja. Wat komt hier nou te hangen? Dit wordt de zaal met Goya. De volgende zaal, dat is heel leuk, moet je maar kijken. Daar zit Catalan. Oh ja, inderdaad. Die ja. voor de gelegenheid niet geëvacueerd is en die daar ook blijft. Oh, dat vind ik wel dus onder het afdakje gluurt al iemand naar wat er gaat gebeuren. Dit is misschien wel leuk. Dat zijn de kleuren die voor dit deel van het gebouw gebruikt worden. Het is toch een andere kleur nu, hè? Komt goed. Dit komt goed. Alleen die ene zaal. Alleen die ene zaal, daar dacht je, nou, die is, moet over. Nou nee, Maarten zag het meteen. Het is gewoon fout potje verf geweest. Oh, okay. Fout van de fabriek. Ja, ja. En volgende week grasduint Jim Lamoureux in het Krullemuller Museum in Otterlo bij de Van Gogh voor Rotterdam.